Maar ik vind die mensen moeten gewoon op andere manieren demonstreren. Toch niet de hele wegen afsluiten. Wat moeten ze dan doen? Lekker thuis blijven. Richard, morgen is D-Day, de dag. Extinction Rebellion gaat natuurlijk weer heel Den Haag onveilig maken. En met name de A12. Heb je er zin in? Nee, ik vind het echt verschrikkelijk. Ik vind het echt verschrikkelijk dat een stel klimaathooligans voor de zoveelste keer naar de stad Den Haag komt, de hele boel platlegt, strafbare feiten begaat. Ja. En ontzettend groot beroep doet op de politiecapaciteit, waardoor de politie gewoon werk, bijvoorbeeld zedendelicten heb ik nu vernomen van de politie, niet kan uitvoeren. Ja, dat is gewoon super triest. Dag meneer, morgen is de Extinction Rebellion demonstratie. Heeft u er zin in? Nee, totaal niet. Waarom niet? Het is verschrikkelijk. Ja. Het hele zooitje staat vast, vanaf het Prins Klausplein tot verkeersplein Ypenburg. Je kan Noodorp niet uit, je komt er niet in. Ja, het kan gewoon niet, het moet anders. Dus ik vind dat demonstratierecht hebben ze genoeg gehad. En als ze dit soort dingen gaan doen voor een nog langere duur, dan denk ik niet dat dat verstandig is. Dan krijg je de mensen ook niet meer verder mee. Draagt u Extinction Rebellion een warm hart toe? Nee. Waarom niet? Waarom wel? Ik hou niet van dat soort dingen, staken en zo. Ik bedoel, je moet gewoon werken. Ik kan ook mijn werk niet neerleggen. Ik kan niet zeggen tegen al die mensen, ik kom vandaag niet, want ik sta op de A4. Toch? Bent u er klaar voor? De Extinction Rebellion demonstratie is morgen weer op de A12. Mogelijk. Waarom? Nou, ik vind die mensen moeten gewoon op andere manieren demonstreren. Toch niet de hele wegen afsluiten. Wat moeten ze dan doen? Lekker thuis blijven. Wat zij zelf zeggen is, ja, we maken ons een beetje zorgen over morgen. Want Jan van Zanen heeft namelijk gezegd dat met name de Extinction Rebellion demonstranten vaak te ver gaan. Ze gaan over die grens heen, dat het niet meer echt demonstratierecht is. Maar dat ze eigenlijk strafbare feiten plegen. En zij zeggen, nee, helemaal niet. Ons demonstratierecht wordt juist ingeperkt. We voelen ons niet vrij om te demonstreren. Aan wiens kant sta jij? Nou, ik sta aan de kant van de burgemeester natuurlijk. Verrassend. Dat verbaast me. Nee, maar ik hoop ook dat de burgemeester wel hard gaat ingrijpen. En dat het openbaar ministerie, als er hard ingegrepen wordt door de politie niet laat vallen. De vorige keer liep iedereen weer frank en vrij rond nadat ze vastgezet waren. En kwamen er nauwelijks boetes en straffen. Demonstreren is een groot recht. We hebben een Malieveld, daar kan je demonstreren. Daar kan je opkomen voor het klimaat en voor je idealen. Dat mag allemaal in Nederland. Maar voor de zoveelste keer een snelweg blokkeren, wat levensgevaarlijk is. Ja, daar moet gewoon kaart tegenop worden getreden. Dat protesteren, dat heeft geen zin. Dat moet je doen bij de verkiezingen. En dan gaat het om de mensen die je kiest voor de Tweede Kamer. Dat zijn onze volksvertegenwoordigers. Die hebben we afgevaardigd. En ja, die moet je het vertrouwen geven dat ze die beslissingen nemen. Ik vind het heel vervelend, want de hele stad is ontregeld. En overal staan files. En hun komen zogenaamd met de trein. Dat vraag ik me eigenlijk ook af. Ja. Dus je moet er maar gewoon op andere manier iets anders gaan verzinnen, weet je. Want het helpt nog steeds niet. Maar als je gewoon de wet overtreedt, moet je gewoon worden aangepakt. En ze moeten niet naar andere wijzen, maar naar zichzelf wijzen. Er is engelen geduld met deze lui betracht. Misschien meer geduld voor deze mensen? Nou, ze komen ook niet voor het eerst. Ze worden ook gedekt door veel politieke partijen. Maar ze overtreden gewoon stelselmatig de wet. Maken een tering zo in Den Haag. Ja, en ik zeg als Hagenees, blijf lekker thuis. Het klimaat wordt in ieder geval geen millimeter beter van. Heeft u een tip voor mensen die morgen in 30 graden zichzelf vastlijmen aan de A12? Lekker blijven zitten, het waterkolom komt vanzelf. Wil jij nog meer fantastische video's? Dan schijnt hier een button te zitten. En hier ook. Moet je even op klikken. En even gauw. En hier zit er ook nog één, denk ik. Zoiets. Dus doe dat even. Dankjewel.